Lieve mensen, ik wil met u een gebed doen voor de situatie in Israël en om de omgeving van Israël. Ik wil graag een gebed doen, een gebed ter bemoediging van alle mensen, alle slachtoffers. Er is al heel lang oorlog op deze planeet en op de plaatsbepaling waar nu een hoop ellende is, is natuurlijk ooit Jezus Christus ter wereld mogen komen met een boodschap van liefde. En ik wil vragen in gebed, en ik wil nu dat gebed doen. God de Vader, al kracht, al bron, Waiti of Goeie, hoe u ook genoemd wordt of wilt worden, Almachtige, u schonk ooit de liefde van Sananda. Van de Heere Jezus, Christus Jezus, Jezus Christus, Christus Jezus. Hij bracht veel liefde. De liefde was zo groot dat mensen het maar amper aankonden. Zo overweldigend. Jezus is gestorven op de Olijfberg, opgestaan uit de dood. Hij heeft het hiernamaals voor ons voorbereid. En ik wil vragen of Jezus in alle harten van de mensen wil spreken, van zowel slachtoffers als daders. Mag zijn liefde als een lichtdeken over Israël en over alle gebieden ter wereld, waar ook maar oorlog is, gaan. Ik bid dat de liefde van Jezus de aarde mag bedekken, zoals de zeeën de bodems van de oceanen bedekken, zoals de zeeën grote delen van de aarde bedekken. Ik wil vragen of er liefde als verbindingsmiddel mag komen, of discussies mogen stoppen, of er gerechtelijkheid mag komen en rechtvaardigheid voor iedereen. Waar iedereen ook recht op heeft. Maar dat liefde het belangrijkste is en mag blijven, wat voor het hele universum geldt. Het is the language of the soul. Ik wil vragen of mensen hun geloof en hun vertrouwen in u mogen stellen en mag groeien. En dat mensen voor de onvoorwaardelijke liefde gaan die u ooit gaf. Daar waar het begon, Jeruzalem en vele andere plaatsen waar Jezus zijn liefde verspreidde. Ik wil vragen of liefde de sleutel mag zijn voor iedereen en of het bloedvergieten mag stoppen. Hoe erg het ook is, ik bemoei me niet met de politieke discussie. Maar ik wil wel vragen, alleen vragen aan God, of Hij de mensen wil beschermen voor het geweld. En of er alstublieft liefde en inzicht naar alle partijen gestuurd mogen worden. Of het nou daders zijn of slachtoffers. Het zijn allemaal slachtoffers. Allemaal slachtoffers. Stuur alstublieft hulp. En uw boodschap van vergeving, van liefde. Dat die hoog in het vaandel mag blijven staan. Dank u wel, God, dat u er bent. En dank u wel, Jezus, die als grote poortdrager hier op aarde mocht zijn. Ik wil u vragen om heel veel liefde en respect te sturen naar alle mensen op deze wereld die op dit moment in nood zitten. En of ze mogen vertrouwen op uw eeuwige kracht, maar ook uw eeuwige liefde. En ook de angst voor de dood losgelaten mag worden. En dat ook de eeuwigheid al meer en meer voelbaar mag worden. Want we zitten in een tijd waarin we steeds dichterbij gaan komen. In de overgang naar het hogere bewustzijn en naar een hogere volwassenheid. En natuurlijk wordt alles dan even erger. Maar ik zou u willen vragen, wilt u alstublieft alle mensen die nu hun leven riskeren om na
de oorlogsgebieden toe te gaan, daar waar bloed vergoten wordt. Wilt u hen alstublieft beschermen op hun pad, de helderheid van geest geven om in uw naam, in uw liefde te handelen. En laten we bidden dat iedereen een eigen plekje mag krijgen in zijn hart, het nieuwe Jeruzalem mag voelen van binnen en ooit in het hiernamaals, dat wat uw boodschap was, is en blijft. Dank u wel voor alles wat u mij geeft, God. Ook de gaven die ik heb gekregen, ook al is het moeilijk. Wilt u alstublieft liefde sturen naar alle oorlogsgebieden in de wereld. Op kleine schaal, maar ook op grote schaal. En mag het alstublieft de verandering zijn in het totaal. Dank u wel. Ja, lieve mensen, laten we samen met z'n allen een lichtbaken vormen voor Israël en voor alle gebieden daaromheen. Overal waar rook is, is vuur. En natuurlijk is er een grote discussie al heel lang gaande daar. Dat is heel moeilijk. En dat is iets waar ik me bewust niet mee wil bemoeien, omdat dat natuurlijk een politieke discussie is. En dat is een heel moeilijk iets om je daar als medium in te mengen. Het enige wat ik wel kan doen is liefde sturen en kracht sturen naar alle partijen. En dat er hopelijk liefde mag komen en gerechtelijkheid voor alle partijen. En gelijkheid en zuiverheid. En dat de liefde van Jezus, daar waar het begon, dat voelbaar mag worden voor iedereen. Want we hebben Jezus hard nodig en ook andere profeten en profetessen die op aarde zijn geweest en de boodschap van het Allerhoogste door mochten geven, hebben we hard nodig. We zijn onderweg naar het licht en het wordt allemaal even erger. De aarde trilt op dit moment, maar uiteindelijk komen we onherroepelijk, natuurwetkundig gewoon zelfs, in het licht, want er is geen andere weg. Alleen liefde heeft een toekomst en het kwaad groeit zichzelf toch elke keer uit. En dat is de wijze les die we allemaal moeten leren en tot ons moeten nemen. En ik hoop dat de aardse bazen uiteindelijk echt voor liefde en echt eerlijk leiderschap mogen gaan. Maar goed, het kwaad is nog niet gestreden en laten we bidden. Het is ook bewezen dat gebed helpt. Laten we dus bidden voor iedereen die het moeilijk heeft of die in oorlog zit. Want er is een fysieke oorlog gaande nu. Maar wist u dat er ook al jaren oorlogen gaande zijn die we niet kunnen zien? Op energetisch niveau. Er zijn wezens die een oorlog voeren. Vanuit lagere dimensies. Die mensen proberen aan de kant van het kwaad te krijgen. De strijd goed-kwaad. God wilt alleen maar liefde, of de Alwon, of hoe het ook wil noemen. Maar het kwaad wilt ons ook aan hun zijde krijgen. Maar de eeuwigheid is alleen bij God en niet bij het kwaad. Dus als u eeuwig leven wilt, kies voor de liefde. Dat is heel belangrijk. Het kwaad, laat dat los. Het is vanaf het begin een misleider geweest. Dank u wel voor het kijken en ik zie u graag terug in een volgende YouTube-clip. Houd moed, blijf sterk, ben er voor elkaar en blijf vooral vriendelijk en in liefde voor elkaar. Want liefde is de enigste lijn waarmee de aarde aan elkaar geplakt kan blijven. Anders valt het op een kaarthuis uit elkaar. Tot ziens.